Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local. En de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij Rozenwortel Tuin de Put en heb ik een interview met Erik. Kan je jezelf voorstellen en wat vertellen over de geschiedenis van de Rozenwortel Tuin? Zeker, leuk. Ik ben Erik Hees. Ik ben getrouwd met Emily Moelkoet. Die is er nu vandaag niet. Die werkt in Zaltbommel, maar die is morgen weer. De geschiedenis van de Rozenworteltuin begon in 1950 met de vader en moeder van Emily. Die hier tientallen jaren rozenpotten steelden op bijna 20 hectare. Voor de Kar van Zeventem, een bekende siroop die toen veel werd gegeven aan kinderen, mensen die een vitamine C tekort hadden. En dat hebben ze tientallen jaren gedaan, ook samen met tuinen in Vleuten, in Schalkwijk, in Maarsen. Tot ongeveer 1980, toen de teelt vertrok naar Frankrijk. Sindsdien telen wij, sinds de jaren 80, eind jaren 80, telen wij op een kleiner stuk, op eerst 2 en nu ruim 1 hectare. Nog steeds dezelfde roosbottels, maar niet meer voor de Kar van Zeventem. Maar voor een aantal andere producten die we zelf laten maken en zelf verkopen, onder andere via Local to Local. Waarom werkt u samen met Local to Local? Waarom werken we samen met Local to Local? We waren vanaf het begin betrokken, hè, toen Local to Local begon met de afzet bij HJ langs de A27. Een beetje op afstand, maar toch betrokken bij Local to Local, omdat we het zo leuk vinden om juist deze teelt, die zo bijzonder is in dit gebied, hè, want die was hier in Wijk-Beduurstede, in Schalkwijk, Maarsen, om de mensen ook hier in de buurt op de hoogte... Oh. Omdat het zo leuk is om ook de bewoners hier, waarvan bijvoorbeeld heel veel mensen tot 20 jaar geleden ook hier rozenbottels plukten, in september, in de maand september, Om ze eigenlijk vast te houden aan die teelt en ook de bewoners hier te blijven informeren dat deze teelt hier zo lang al is gevestigd. En omdat het leuk is om ook snel reacties te krijgen op je producten. Dus we verkopen heel veel via adres hier in de buurt. Niet alleen lopen te lopen, maar ook via Vroeg bijvoorbeeld en via het VVV. En zo krijg je altijd bij tijd zoveel reacties op je producten. En dat is voor ons... Ja, wel nodig, wel belangrijk en ook om gemotiveerd te blijven om door te gaan met die teelt. En die reacties worden elk jaar leuker eigenlijk. Want ja, de interesse in streekproducten is eigenlijk veel groter dan 10 jaar geleden. Dus we hebben de wind mee wat dat betreft. Zo, kijk, zo moet je ze plukken. Je moet ze eigenlijk proberen zonder steeltje te plukken. Dus moet je niet trekken, maar zo kantelen noem ik het. Dus ja, die druk zeg ik naar boven toe. Jullie doen aan slow farming. Kan je me daar wat meer over vertellen? Ja, slow farming is geen officiële term. Want dan zou je ook zoiets als fast farming hebben. Maar wij zijn aangesloten bij Slow Food Nederland. Ja, dat is een beweging die is eigenlijk jaren geleden vanuit Italië opgekomen als een soort tegenhanger van fast food. Van McDonald's en van Wimpy en het snelle eten. Dus van het herwaarderen van eten. Wat letterlijk langzaam groeit en langzaam tot stand komt. Wat ook historisch is geworteld in een bepaalde streek. Nou, die slowfoodbeweging, daar dacht ik een paar jaar geleden van, daar hoort eigenlijk een vorm van slow farming bij. En dat uit zich in bepaalde maatregelen die we hier nemen op het bedrijf. En wij proberen eigenlijk, dat begint dan met de oogst die we nog steeds met de hand doen. Eigenlijk kan dat in een moderne land, daar wou helemaal niet meer dat je een industrieel product, een product wat je gaat verwerken, dat je dat met de hand gaat plukken. Maar we doen dat wel. Maar we doen dat op een beetje slowfood-achtige manier. Dus we doen dat al meer dan 10 jaar met mensen die komen hier plukken. Niet voor geld, maar in ruil voor een slowfood maaltijd die we aan het eind van de dag hun aanbieden. En ja, elk jaar komen we zo moeiteloos aan allerlei plukkers. Hè. Elk jaar ook weer nieuwe plukkers bij. En zo hebben we ook wat teelttechnische maatregelen
die typisch zijn, denk ik, voor een andere manier van farming. En je hebt gezien dat het schaap, ik kom dat daar aan trouwens, dat we schapen houden onder de rozen. In plaats van alleen maar maaien, laten wij het gewoon geleidelijk weg eten, de begroeiing eronder. Een soort vorm van agroforestry heet dat in de wetenschap. En dus dat je veehouderij en plantaardig geteelt met elkaar combineert. Maar het zijn wel hele mooie potten van vitaminegehalte. Loopt alsmaar door. Dus hoe later je plukt, hoe meer vitamine C erin zit. En nadat ze geplukt zijn, gaan ze naar het vrieshuis. Dan worden ze diepgevroren tot min 18 graden. En van daaruit haal ik ze op en gaan ze door de pureermachine. Want je kunt ze pas pureren als ze diepgevroren zijn geweest. En tot wat verwerken jullie rozenbottels? Wij hebben een jaar of 6 geleden een machine ontdekt in Duitsland. Een pureermachine waarmee we bleken heel goed de rozenbottels te kunnen pureren. Want dat is eigenlijk de moeilijkste stap. Om de bottels, die natuurlijk heel veel pitjes en kroontjes hebben, om die te scheiden van de puree waar het om gaat. En we hebben nu al 6 jaar, wat ik zei, die machine om te passeren, om te pureren. Dus we kunnen onze eigen puree maken. Dat verwerken we, dat pasteuriseren we tot koelie. We noemen dat rozenbottel koelie. En dat gaat voornamelijk naar restaurants. Daarnaast gaan we met die koelie, laten we jam en chutney maken. Toch voor een paar jaar terug ook wijn, rozenbottelwijn. Dat zijn de 4 hoofdproducten die we laten maken. Nou, dankjewel.